Hopelijk krijgen we een interessante discussie. Dus we gaan ons best doen. Het onderwerp vandaag is een NLP vooronderstelling. En die heet het kaart is niet het gebied. En het kaart is niet het gebied wordt te pas en te onpas gebruikt. Het is wel een echte vooronderstelling van NLP. Dus dat is op zich al hartstikke goed. Alleen het wordt vaak volkomen verkeerd begrepen. Dus in discussies, als je dan als mensen ongelijk blijken te hebben, dan zodra ze erachter komen, dan reageren ze opeens met: ja, Joost, maar de kaart is niet het gebied. En dat wil dan zoveel zeggen als: jij hebt jouw standpunt, ik heb mijn standpunt. En die zijn onvergelijkbaar met elkaar. Die zijn allebei even goed. En je kan helemaal niet kiezen voor het een of voor het ander. Maar we zullen zien dat dat de situatie heel anders is. Maar voordat we beginnen, eerst nog, zijn er nog vragen? Ook eventueel de vorige keer. Hebben we het IEP ontmaskerd. Die hadden een heel verhaal over modelleren. Daar bleek niks van te kloppen. Het ging om strategieën uitzoeken, maar dat deden ze vervolgens ook nog eens een keer volkomen verkeerd. En de uitzending daarvoor van 2 weken geleden, toen hebben we het Mind Academy ontmaskerd. Die hadden verzonnen dat MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, dat zouden basis metaprogramma's zijn. Nou, daarvan hebben we ook gezien dat daar ook geen sprake is. Er bestaan geen basis metaprogramma's, je hebt gewoon metaprogramma's. En MBTI is onzin, ook als je het combineert met NLP. Wat ook onzin is, is als je spelfouten maakt zoals ik. Want ik zie dat er ontmaxert staat. Dat is natuurlijk niet goed. Dat probleem ook weer uit de wereld. Dus nogmaals, mochten er vragen zijn, opmerkingen, zet ze in de chat. Dan gaan we aan de slag. Leuk om te zien. Sheila, leuk dat je er weer bent. Lisbeth, leuk dat je er bent. Nou, Ruud en Jean had ik al begroet. We gaan aan de slag. Overigens, mocht je kijken zonder mij te volgen, je bent van harte welkom om mij te volgen. Dan kan je meechatten en dan gaan we het uitzoeken. Dus we gaan aan de slag met de zin. De kaart is niet het gebied. En die zin die is bedacht door een Poolse graaf, Korzybski. Die heeft uit mijn hoofd in 1930 een boek geschreven, Science and Sanity. En althans dat is de Engelse versie. Hoi Lisbeth, leuk dat je er bent. En Science and Sanity, dat heeft als thema, die zegt van nou, als we willen dat mensen geestelijk gezond worden, dan moeten we kijken naar wat doen mensen die geestelijk gezond zijn. En wat zegt hij dan? Nou, mensen die geestelijk gezond zijn, die doen aan wiskunde. Hè, dus om die reden heet het Science and Sanity. Science is dan vooral wiskunde. En laat u met name zien bij integraalrekeningen. Ik weet niet of je nog integraalrekeningen van je middelbare schooltijd weet. Ik kon er helemaal niks van. Maar hij laat zien dat je integraalrekenen, wanneer je dat doet, dat dan je je geestelijke gezondheid maximaal op orde is. Zijn theorie heet General Semantics. En dat is een soort discussie of dat wel echt überhaupt een wetenschap is. Sommige mensen vinden het gewoon pseudowetenschap. Dus het is niet per se een hele goede bron. Desalniettemin is wel een bron waar NLP zich op baseert. We gaan het zien. Vele problemen met het kaart is niet het gebied. Maar het eerste probleem is dat die maar onvolledig gequote wordt, Korzybski. Korzybski zei in het echt iets heel anders. Altijd iets heel anders, niet iets heel anders, maar wel nog een paar hoop belangrijke extra zinnen erbij. En dus het kaart is niet het gebied. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat er een verschil is tussen de werkelijkheid en wat je over de werkelijkheid zegt, of hoe je de werkelijkheid in kaart brengt. Dat is het belangrijke onderscheid. En dus een hele hoop mensen hebben communicatieproblemen, omdat ze denken dat ze allebei over de werkelijkheid praten, maar in werkelijkheid praten ze dus over elkaars kaarten van de werkelijkheid, in plaats van de werkelijkheid zelf. En aangezien we op 2 manieren van de werkelijkheid kunnen leren, namelijk door hetzelfde te ervaren, of door mensen met andere mensen te praten. En aangezien jullie met andere mensen gepraat hebben en andere ervaringen hebben gehad dan ik, is onze kijk op de werkelijkheid
enigszins anders, maar voor een heel groot deel ook hetzelfde. Om maar een voorbeeld te noemen, ik gok dat jullie ook de aarde als een soort ronde bol zien. Als je heel erg goed bent, zelfs een beetje een ei-achtige bol. En dat kans dat jullie het als een platte schijf zien, zoals de Flat Earth Society. In your heart, you know it's flat. Ja, die kans is heel klein. Dus ook al is het zo dat we doen vaak alsof iedereen helemaal bijzonder een eigen unieke kaart van de werkelijkheid maakt. Dat is onzin. Voor een heel groot deel hebben we gewoon een gedeelde wereld, een gedeelde werkelijkheid, waarin dingen hetzelfde op ons overkomen en we dezelfde soort conclusies trekken. Als ik afspreek met jullie om in Amsterdam een training te geven, dan verschijnen jullie ook daadwerkelijk op die training in Amsterdam en geenszins in Rotterdam of Den Haag. Waarom? Omdat jullie ook heel goed snappen dat als je het over Amsterdam hebt, dat het dan gaat om de locatie boven Rotterdam en Den Haag. En niet daaronder. Dus laten we eens kijken naar wat de Korzybski erover gezegd heeft. Dus hier is de quote uit Korzybski, Science and Sanity. A map is not the territory it represents, but, if correct, it has a similar structure to the territory, which accounts for its usefulness. Dus wat wordt gezegd, er is een verschil tussen de kaart en waar die kaart over gaat, het gebied. Maar die kaart die probeert wel het gebied te representeren. Dus we proberen met die kaart proberen we weer te geven hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En vervolgens zegt hij, en op het moment dat de kaart dat correct doet, dan heeft hij wel eenzelfde soort structuur, een vergelijkbare structuur als het gebied. Stel dat je een kaart maakt van Amsterdam, maar de Kalverstraat staat er niet op, de Leidseplein staat er niet op, de grachten staan, er zijn geen grachten op, het IJ mist. Dan kun je gaan afvragen of het überhaupt een kaart van Amsterdam is. Dus dat wil zeggen dat er is een mate waarin er kaarten correct kunnen zijn, meer correct, minder correct, of zelfs incorrect. En die maat die wordt bepaald door de structuur, door de vergelijkbaarheid van de structuur. Dus er moeten overeenkomsten zitten tussen de werkelijkheid en de kaart. En het is precies deze overeenkomst met de werkelijkheid die ervoor zorgt dat kaarten bruikbaar zijn. Dat als je een kaart hebt van Amsterdam, maar waar geen enkele straat van Amsterdam op staat, ja, dan is het een totaal onbruikbare kaart. Dan heb je daar helemaal niets aan. Dat slaat nergens op. Dus het is heel belangrijk bij Korzybski, is dat je dus een kaart maakt van een gebied, maar er moeten overeenkomsten zijn, er moeten vergelijkbare dingen zijn tussen die kaart en het gebied. En de mate waarin dat vergelijkbaar is, dat is de mate waarin de kaart correct is. En de mate waarin het vergelijkbaar is, dat zorgt ervoor dat de kaart goed of slecht te gebruiken zijn. Dus we hebben die drie dingen. Kaart is niet het gebied, nou, dat roept iedereen. Twee, kaarten kunnen in meer of mindere mate correct zijn of zelfs incorrect, omdat ze gewoon te weinig of veel of weinig of te weinig structuurovereenkomst hebben met het gebied. En kaarten zijn in meer of mindere mate bruikbaar. Dus het heeft helemaal geen zin om in een discussie tegen iemand te zeggen, ja Joost, jij hebt jouw kaart en ik heb mijn kaart. Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar dat zegt niks, want waar het om gaat is dat ik natuurlijk claim dat mijn kaart correct is, en dat mijn kaart de meest bruikbare kaart is, en dat de kaart van mijn tegenstander incorrect is en onbruikbaar. En dus het claimen dat je een kaart hebt is gewoon veel te weinig om daadwerkelijk een punt te maken. Je moet meer gaan doen dan alleen dat. Dus ik heb even gekeken wat mijn collega NLP-trainers ervan maken. Nou heb ik daar een paar voorwaarden voor. Ik wil bijvoorbeeld niet continu hetzelfde instituut afzeiken. Dus we hebben Mind Academy hebben we gehad. We hebben al gezien dat Mind Academy echt dingen volslagen uit de dikke duim zuigt. Echt totaal onzin verkoopt. Maar om nou elke week duidelijk te maken dat Mind Academy onzin verkoopt, dat schiet ook voor geen meter op. Dus ik heb er eentje gevonden, UNLP. En ik moet zeggen, het is aanzienlijk betere kwaliteit, de tekst die we gaan bekijken zometeen, dan van het IEP of van Mind Academy. In principe zou ik al heel blij worden als het IEP en Mind Academy de kwaliteit van het UNLP zouden halen. Desalniettemin schort het aan alle kanten en getuigt het gewoon van een heel erg fundamenteel gebrek aan snappen hoe NLP in elkaar zit.
Bovendien is het mooie is zo, is dat zij zich heel baseren op Robert Diltz. Nou, Robert Diltz, voor de mensen die hem niet kennen, is een beroemde NLP-trainer. Een van de eerste leerlingen van Richard Bandler, die net als ik alles van Richard Bandler geleerd heeft. En Robert Diltz is een hele grote naam binnen NLP-land. En meestal, als ik stukken van Robert Diltz lees, dan vind ik dat dat op zich een prima verwoord is. En dat hij dat allemaal heel slim in elkaar heeft gestopt. Ik heb er zelfs een heel e-boekje over hem geschreven. Maar dat ben ik vergeten voor te bereiden. Dus moet ik even snel zoeken. Maar daar is hij al. Dus ik zet hem in de chat. Mochten mensen dat interessant vinden. Robert Diltz, nou, ik zal hem ook even laten zien. Robert Diltz is bekend van de Robert Diltz zijn logische niveaus. Daar hebben mensen ongetwijfeld, als je iets van NLP weet, wel eens van gehoord. Dus hier zie je die logische niveaus. En ik vind de logische niveaus, zitten van alles en nog wat fout aan. We kunnen daar een keer een uitzending over aanwijden wat er mis is met de logische niveaus. Maar wanneer Robert Diltz ze gebruikt, dan is het heel slim om het op die manier te doen. Maar we zullen zien dat, wanneer we dat behandelen, dat er van alles mis mee is. Maar dit e-book legt uit wat er mis mee is. Maar daar gaan we ook wel een keer een stream over doen in de toekomst. Desalniettemin... is het super handig om deze aan te schaffen, omdat ook het 30-jarenplan techniek in het in uitgelegd wordt. En dat is altijd de moeite waard. Dus we gaan naar UNLP nogmaals. Dit is dus een redelijk goede tekst. Als je het vergelijkt met de totale onzin die het IP en het Mind Academy verkopen, is dit gewoon een kwalitatief goede tekst, ook al is die nog steeds fundamenteel fout. Maar we gaan aan de slag. En laat ik eerst beginnen dat bijna niemand is bekend met die uitgebreidere versie van die zin, hè? Met die correctheid en die vergelijkbare structuur en met de bruikbaarheid. En dan moet ik al meteen een compliment geven aan UNLP, dat hebben zij er wel in zitten. Dus hier helemaal op het einde, dan zul je zien dat ze hier dezelfde quote hebben. Alleen, ze gaan het uitleggen op een manier die gewoon, gewoon verkeerd is. Zelfs misschien expres misleidend. Maar, nogmaals, kudo's. Extra goed gedaan. Top gedaan, UNLP. Voor het feit dat jullie de volledige quote gebruiken. Nou, dit gaat over Korzybski zelf. Dat is allemaal correct. En hier gaat het meteen mis. De vooronderstellingen van NLP zijn geen loshangend bijproduct, maar vormen het fundament van NLP. Nou, dat klopt gewoon voor geen meter. En wat klopt daar niet? Het klopt niet dat het een fundament is. Dus er is iets dat heet vooronderstellingen. Het is heel belangrijk om bij vooronderstellingen een verschil te maken tussen een vooronderstelling en een veronderstelling. Bij een veronderstelling doen we alsof iets waar is, terwijl we weten dat er niks van klopt. Maar bij een vooronderstelling, dan moet een deel van de zin waar zijn, om wil je die zin begrijpen. En dat gebruiken we altijd andersom, namelijk gegeven dat je de zin begrijpt, dat betekent dat je een deel van die zin als waar moet accepteren. Om te makkelijk voorbeeld te geven, je realiseert je dat ik gelijk heb. Nou, dan kan het zijn dat je tegen mij zegt, Joost, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik realiseer me inderdaad dat jij gelijk hebt. Maar het kan ook zijn dat je het oneens met mij bent en dat je tegen mij zegt, en dan is het een beetje een formele manier, maar dan zeg je officieel, zeg je dan tegen mij, Joost, nee, het is niet zo dat ik mij realiseer dat jij gelijk hebt. En wat betekent die zin? Als je daar goed, heel goed over nadenkt, wat betekent die zin? Die zin betekent, Joost, het is niet zo dat ik me realiseer dat jij gelijk hebt. Nou, die zin betekent, Joost, je hebt nog steeds gelijk, alleen ik heb het niet door. En dus die gebruiken we als hypnotische taalpatroon om te zorgen dat mensen delen van de zin als waarheid opgedrongen worden, zelfs als ze ermee oneens zijn. En dat betekent ook dat als we het hebben over de vooronderstelling van NLP, dat is, zullen we zo meteen zien, het zijn geen aannames. Het zijn geen veronderstellingen, zoals hier gedaan wordt. Het zijn namelijk vooronderstellingen. Dat wil zeggen dat
om NLP te begrijpen, moet je accepteren dat die vooronderstellingen waar zijn. Of andersom gezegd, gegeven dat je NLP begrijpt, kan het niet anders zijn dat je die vooronderstellingen als waar accepteert. Maar dat is dus iets heel anders dan een fundament. Dus feitelijk gezien is er zelfs, de NLP-basisvooronderstellingen zijn helemaal het eindproduct van NLP. Eerst maak je heel NLP eigen en vervolgens denk je, oh, en dan komt er zo'n basisvooronderstelling naar voren. Hè, dus als we ook in het ABC-NLP model kijken, even kijken of we die groots op het scherm kunnen krijgen. Dan kan je hier zien, nou, er is een vraag van Sheila. Joost, hoe jij veronderstellen uitlegt als we doen alsof het zo is, terwijl er niets van klopt. Ik dacht dat het meer wil zeggen dat je denkt dat zoiets is, zonder er zeker van te zijn. Nou ja, ik probeer eens een voorbeeld te geven. Stel dat ik zeg, ik veronderstel dat Rutte een sterke leider is. Is het dan zo dat ik zeg van, oké, ik denk dat dat zo is? Volgens mij is het meer zo, oké, laten we doen alsof Rutte een sterke leider is. Ook al weten we allemaal dat het niet zo is. Maar zelfs als je als je ervan uitgaat dat je zegt van oké, ik gok dat het zo is, maar ik veronderstel het, ik gok het. Maar ik heb er geen, ik weet er te weinig van. Ik veronderstel dat het straks gaat regenen. Ja, dat, in mijn oren klinkt dat een beetje vreemd. Het klinkt een beetje als de onderzeeboot zwemt door de zee. Snap je dat? Ik veronderstel dat het straks gaat regenen. Dan zou ik eerder zeggen, ja, je hebt zoiets van, ik veronderstel dat jij niet van regen houdt. Maar los van de vraag of het hoe veronderstellen gaat, de kern is dat het of onzeker is, of onwaar. In beide gevallen gaan we eraan twijfelen. Maar hier zie je dus het ABC-NLP-model. Dan zie je dat alles draait om het totemmodel, test operate, test exit. Voor de mensen die de ABC-NLP practitioner online gevolgd hebben hier op de stream, die weten het. Daarna krijg je vaarkoststrategieën, dan krijg je meterprogramma's, techniek, communicatie, doel, submodaliteiten. Dan krijg je allerlei technieken, ankeren, swishen, hypnose, dat soort dingen. En dan pas krijg je de NLP basisvooronderstellingen, waaronder kaart is niet het gebied. Die staat daar rechtsonder. Oké, misschien gebruikte ik het woord verkeerd, onzeker of onwaar, snappen. Ja, nogmaals, misschien gebruik je het woord ook prima hoor. Ik wilde helemaal niet, mijn kennis gaat niet over veronderstellingen, maar over vooronderstellingen. Daar weet ik van dat het extreem waarschijnlijk is dat ik zeg. Maar wat ik meer probeer te zeggen is dat of het nou onwaar is of onzeker, dat dat uiteindelijk niks uitmaakt. Maar dat je ermee erkent dat er een hiaat in je kennis zit. De vooronderstellingen, dat zijn conclusies die we trekken nadat we al die andere dingen gedaan hebben. En geenszins een fundament. Het fundament is het totemmodel. En dat is heel erg wezenlijk om NLP goed te begrijpen. In de volgende passage legt Robert Diltz uit wat de centrale rol is van vooronderstellingen gezien vanuit de kennisleer of epistemologie, een tak van filosofie. Nou, goed nieuws. Ik ben academisch geschoold filosoof. Ik heb 3 jaar op de Universiteit Utrecht lesgegeven aan eerstejaars. En ik doe het nu bij de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit. Dus mijn tak van sport, hartstikke mooi. Maar gaat ook meteen fout. Hè? Dus kennisleer, epistemologie gaat over hoe kunnen wij onze kennis krijgen? Hoe kunnen we onze kennis onderbouwen? Hoe kunnen we kennis waarschijnlijk maken? En bijvoorbeeld bij Plato. Bij Plato was het zo, achter mij staat een kast. Plato zei dan, waarom herkennen wij wat dat ding wat daar staat als een kast? Dat komt namelijk omdat het Platoonse ideeënwereld is. Er is een ideeënwereld in dat ideeënwereld. Het is een ideale kast. Dat is gewoon de perfecte kast. Beter dan die kast kan het niet. Wij hebben een soort link in onze geest met die ideeënwereld. En deze kast is gewoon een hele slechte kopie van die ideale kast in de Platoonse ideeënwereld. Maar goed genoeg dat wij gewoon denken, oh, kast! Dus dat is de Platoonse epistemologie over hoe we tot kennis komen. Nou, vandaag de dag gebruiken we empirisme. Dat wil zeggen, we kijken gewoon in de werkelijkheid en zien wat er daar gebeurt. En we gaan dan op basis van statistiek bepalen wat het geval is of niet.
En daar hebben we dan weer verschillende stromingen in. Je hebt bijvoorbeeld het verificationisme, daar ben ik een groot voorstander van, met Bayesiaanse statistiek. Dan gaan we gewoon zeggen van oké, we gaan gewoon stellingen verifiëren aan de hand van de data. Maar je kan ook Popper kiezen. Ik ben geen fan van Popper, maar ik zie wel dat het een optie is. En binnen de epistemologie, dan kan je zeggen we gaan falsificeren in plaats van verifiëren. Kan allemaal. Dat zijn allemaal keuzes die je binnen epistemologie hebt. Wat ook klopt, en dat is ook goed hieraan, is dat NLP ook meer een filosofie is dan een psychologie. Het is ook meer een epistemologie dan een psychologie. In de zin dat NLP heel erg gaat over hoe leert ons brein? Hoe kunnen wij iets leren? Dus dat klopt er allemaal. Maar alleen de vooronderstellingen hebben daar weer heel weinig mee te maken. Wat opnieuw geldt, die vooronderstellingen zijn, als je alles geleerd hebt van NLP, dan zijn dat conclusies die zich aan jou opdringen, waar je niet meer omheen kan. Maar geen sinds het fundament en spelen ook helemaal geen centrale rol in de epistemologie. Nou, dan gaan we verder. De vooronderstellingen van NLP vormen. En dit is Robert Dills. En ik moet zeggen, zometeen hebben ze een heel slecht die zin van Korzybski vertaald. Dus misschien ligt het aan de vertaling van UNLP. Maar misschien ook niet. Misschien zijn dit gewoon echte woorden van Robert Dills. En dan zijn dat wel schrikbarend slechte woorden. Omdat er echt een fundamenteel onbegrip zit. De vooronderstellingen van NLP vormen de fundamentele epistemologie waarop de methodologie en de technologie van NLP is gebouwd. Ja, dan snap je gewoon niet wat epistemologie is. Hè. Dus Plato heeft een hele theorie over de ideeënwereld. Empirisme heeft een hele idee over hoe onze zintuigen getriggerd worden door de wereld erbuiten. Het rationalisme heeft een idee over hoe je logische afleidingen kunt maken. Je kan niet zeggen van oké, we hebben acht. Hè. Er zijn er acht basisvooronderstellingen. We hebben acht basisvooronderstellingen en die vormen het fundament. Ja, die dingen zijn hartstikke incoherent, slecht geformuleerd. Dat is onmogelijk dat dat een fundamentele epistemologie zou zijn. Dus dat is gewoon echt een misbruik van de filosofie. En Robert Dills kennende is dit wel bewust gedaan. Dus hier probeert hij daadwerkelijk met hypnotisch taalgebruik een of ander gedachtegoed op te dringen, omdat hij gewoon geen idee heeft wat het dan wel is. Omdat hij kennelijk die officiële definitie, en dat is overigens geen NLP-definitie, dat is gewoon een definitie uit de taalfilosofie. NLP is daarop gebaseerd in de jaren 70. Maar de vooronderstelling is gewoon een officieel begrip in de taalfilosofie. Precies zoals ik het net duidelijk maakte. En kennelijk heeft Robert Dills, zo'n grote trainer, daar geen weet van. Kent hij dat niet? Heeft hij geen idee waar het over gaat? En dan probeert hij op deze manier een soort verhaaltje van te maken. Nou, dan gaat het verder. Je kunt ze vergelijken met de fundamentele begrippen van de Euclidische meetkunde. Ja, dat kan je zeggen. En het is hypnose. En nogmaals, Robert Dills, bijvoorbeeld ook bij die logische niveaus van Dills, heeft hij heel welbewust taalpatronen, Milton-taal aan het gebruiken om mensen te hypnotiseren in zijn verhaal te geloven. Maar wij trappen er natuurlijk nooit in, want wij kennen het metamodel en we kunnen dit gewoon onschadelijk maken. En vergelijkbaar met Euclidisch definitie van een punt. Nou, ja, ik kan het opzoeken, maar laten we het doen. Even kijken wat ik ervoor van krijg. Dit heb ik niet voorbereid. Ja, helaas is dat natuurlijk weer niet. Dat weer dan niet zo heel makkelijk te vinden. Dat dan maar weer aangeeft hoe kansloos dit is, deze activiteit is. Misschien dat we hem hier kunnen vinden. Ja, een hele PDF. Oh, hier hebben we hem. Ja, ik heb hem gevonden. Goed nieuws. In een bestand dat ook nog echte wiskunde heet. Nou, echter dan dat krijgen we het niet. Dus dit is ook voor mij nieuw. Even vergroten. Even kijken. Ik dacht dat ik gevonden had. Ik had hier axioma 1.1 gevonden. Door twee punten gaat 1 en slechts 1 rechte lijn. Maar we kunnen axioma 1 niet vinden. Hier staat een punt is de grens van een lijnstuk. Oké. Laten we die nemen als definitie bepaling. Een punt is de grens van een lijnstuk.
Dus nou moet je voorstellen dat Robert Diltz ons wil doen geloven dat de zin, het kaart is niet het gebied, hetzelfde is als een punt is de grens van een lijnstuk. Ja, dat is natuurlijk compleet anders. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het kaart is niet het gebied, is daadwerkelijk... hoe zeg je dat? Een heel goed uitlegbaar verhaal. Het is helemaal niet een axioma in de zin dat je definieert zoals hier in de Euclidische meetkunde. Sheila heeft nog een vraag. Vind jij wel dat er een fundament is van NLP? Zo ja, en wat is deze? Ja, vind ik wel. Sterker nog, dat vind ik niet alleen, maar dat vindt ook alle andere NLP-trainers die er 5 seconden over nadenken. Want hier zie je het. Oh, Jean heeft 5 postulaten. Ik ga zo even kijken. Antwoord is het fundament, want dat is gewoon een belangrijke vraag. Het is het totemmodel. Het totemmodel, test, operate, test, exit, dat is het fundament van NLP. Het totemmodel is bedacht door een psycholoog Miller in 1960 in een boek Plans and the Structure of Behavior. En NLP is voor een heel groot deel op dat boek gebaseerd. De hele manier waarop NLP is een vorm van cybernetica. Dat totemmodel is ook cybernetisch. Maar alle NLP-strategieën, hè, die hebben we gehad met de ABC NLP Practitioner Online. Al die stapjes, dat zijn allemaal individuele totemmodel dingen. En alles wat je bij NLP doet, dat niet alleen alles wat mensen überhaupt doen, dat vat de NLP'ers in van die strategieën. En dat betekent dat echt dat het fundament is van NLP. Het totemmodel. En dus geenszins die basisveronderstellingen. De 5 postulaten zijn 1. Door 2 punten kan altijd een rechte lijn gemaakt worden. Ja, en 1 rechte lijn en ook maar maximaal 1. Die had ik ook net zien staan. Ja, in Wikipedia. Maar ik probeerde te ontdekken dat wat de definitie van een punt was. Maar een punt is dus een grens van een lijn. Wat was het? Een punt is de grens van een lijn, ja. En dus hier wordt het vergeleken met de Euclidische meetkunde. Alsof het axioma's zijn. Dat slaat dus helemaal nergens op zodra je het gaat uitzoeken in detail. En vergelijkbaar met Euclidische definitie van een punt, kunnen de fundamentele uitgangspunten van NLP niet op objectieve wijze worden bewezen. Nou ja, dit is ook een totale misser. NLP wijst objectiviteit af. Dus hier opeens de eis stellen dat het objectief zou moeten worden bewezen, slaat nergens op. Want heel NLP gaat over de subjectieve ervaring van de werkelijkheid. Dus we proberen helemaal niets in NLP objectief te bewijzen. Dus dat is echt onzin dat het hier als punt ingebracht zou worden. Maar hier zie je al dat ze van vooronderstellingen overgaan naar uitgangspunten. Maar dat is dus echt fundamenteel fout. Want het zijn dus geen uitgangspunten, het zijn conclusies die zich aan jou opdringen wanneer je heel NLP kent. En het zijn dus geen uitgangspunten, maar eindpunten. Het zijn het resultaat van NLP leren, zie je terug in die vooronderstellingen. En hier van die switch van vooronderstellingen, dus je moet heel goed... Dus nogmaals, Robert Diltz is heel goed met hypnotische taalpatronen en hij probeert je hier te hypnotiseren. Want hij snapt dus geenszins wat die vooronderstellingen precies zijn. En hij probeert het dus te zeggen vooronderstellingen zijn fundamentele epistemologie. En van fundamentele epistemologie gaat hij naar fundamentele uitgangspunten. Maar dat is dus geen sprake van. Het zijn eindpunten. Het zijn de conclusies die je trekt nadat je NLP hebt geleerd. Je kunt bijvoorbeeld niet objectief bewijzen dat er werkelijk een positieve intentie achter een bepaald gedrag zit. Dit is een van de andere basisveronderstellingen. We gaan er nog een keertje op in, maar positief wordt vaak op deze manier opgevat. Er is ook niks op tegen om het op deze manier op te vatten. Maar feitelijk wordt er iets anders mee bedoeld. Maar dat kan je kan het niet objectief bewijzen, want je kan niks objectief bewijzen. Maar je kan wel degelijk laten zien dat wanneer je de rest van NLP kent, dat daar logisch uit volgt dat achter elk gedrag, niet bepaald gedrag, maar elk gedrag, een positieve intentie zit. Dat is waarom het beschouwd wordt als een vooronderstelling. Nee, want als je het zo beschouwt, als je zegt, ja, dit zijn uitgangspunten die we onmogelijk kunnen bewijzen, dan zijn het geen vooronderstellingen, maar veronderstellingen. Dus hier gaat het helemaal de mist in. Je kunt evenmin bewijzen dat de kaart niet het gebied is. Ja, dat kan je dus juist wel. Bijvoorbeeld Gorzybski, onze grote vriend, ik haal hem nog eventjes bij. Ja, die heeft een heel dik boek geschreven, Science and Sanity. Ik heb het gelezen, heel veel mensen beweren dat ze bewezen hebben, maar het is een heel ingewikkeld dik boek, het is echt zo'n dikke pil. En het staat vol met wiskunde. Dat hele boek is bedoeld om te bewijzen dat de map not the territory is. Dus om hier eventjes het hele werk van Gorzybski af te schrijven, dan nogmaals, ik ben geen grote, supergrote Gorzybski-fan. Ik heb ook in principe niet zoveel tegen hem. Maar het is nog een beetje onduidelijk of het wel of geen echte wetenschap is of pseudowetenschap. Maar
Het is in ieder geval een stuk beter dan alleen maar te roepen, ja, dit zijn gewoon dingen die we verzonnen hebben. Het zijn veronderstellingen. Nee, geen sprake van. Het zijn vooronderstellingen. En het is dus heel belangrijk om dat verschil duidelijk te hebben. Je kunt evenmin bewijzen dat de kaart niet het gebied is en dat er geen juiste kaart van de wereld is. Wat? Oké, hey, Robert, beste vriend. Eerder ga je wel heel erg snel. Dus hij gaat van de kaart niet het gebied, wat dus echt Korzybski is, naar... Maar nu maakt hij dus iets totaal zichzelf van. Hè? Dit heeft hij gewoon zelf verzonnen. Dat er geen juiste kaart van de wereld is. Terwijl Korzybski natuurlijk heel expliciet zegt... Kaarten kunnen correct zijn. Als kaarten correct kunnen zijn... Dan kunnen kaarten ook incorrect zijn. Dus het is gewoon een hele ernstige fout, niet alleen qua vooronderstellingen, hè, dus ze begrijpen vooronderstelling gewoon op een verkeerde manier, maar hier gaan ze dus deze vooronderstelling, de kaart is niet het gebied, precies op de verkeerde manier uitleggen, namelijk dat jij jouw kaart hebt en die heeft zijn kaart en die is een kaart en we kunnen op geen enkele manier bepalen wiens kaart correct is. Ja, dat kunnen we wel, want je kunt precies gebruik maken van twee dingen, namelijk in hoeverre is het de kaart, heeft die een vergelijkbare structuur met de werkelijkheid en in hoeverre is die kaart bruikbaar. Dus dit is echt een verzinsel van Robert Dilt zelf, wat hij dan toevoegt, en geen zin Korzybski, en dat heeft ook niks met de kaart niet het gebied te maken. Deze vooronderstellingen maken dus deel uit van... Oh, dat is een vraag. Is het niet beter om de Engelse taal te analyseren in plaats van de vertaling ervan? Ja, dat is in theorie zo, maar ik heb de Engelse taal niet. Ik heb het boek waar het vandaan komt niet. En ik heb ook geen tijd gehad om te kijken of er een online versie van is. Bovendien gaat er een hele hoop andere dingen nog gezegd worden in het Nederlands door UNLP. Leuk Iron Monkey dat je er bent. Overigens, dat vind ik weer super tof natuurlijk. Een goed punt, maar we doen het vandaag even hiermee. Maar wie weet doe ik het ooit nog een keer in het Engels. Interessant om te zien of er misschien in het Engels iets anders zou staan. Deze vooronderstellingen maken dus deel uit van de basisepistemologie. Nu zijn we al van epistemologie naar basisepistemologie gedaan. En dat is ook wat hier probeert Robert Dilt te doen. Is zorgen dat je geen zorgen gaat maken dat... Hey, kennelijk hebben we bij Plato een hele uitgebreide theorie die epistemologie heet. We hebben bij het empirisme hebben we een hele grote theorie. Bij het rationalisme hebben we een hele grote theorie. Waarom zouden wij het met 8 zinnetjes doen? Of we zullen hier zien zelfs slechts 7 zinnetjes, omdat we er eentje vergeten. Dus nu wordt het kleiner gemaakt in plaats van epistemologie naar basisepistemologie om te voorkomen dat je daar zorgen over moet gaan maken, maar maak je daar zorgen over, want hier word je gewoon een oor aangenaaid en hier wordt gewoon word je gehypnotiseerd om iets te geloven wat onzin is. Van NLP zijn de basisaanname, dat is zo'n fundamenteel fout. Hè? Het zijn geen aannamen, het zijn geen uitgangspunten, het zijn geen veronderstellingen, het zijn vooronderstellingen. En dat is met een reden dat ze vooronderstelling genoemd wordt. In de kennisleer worden ze axioma's genoemd. Axioma's zijn ook geen aannames. Axioma's zijn basisregels, dat als je die basisregels accepteert, dat het na een hele hoop uit volgt. Bijvoorbeeld, de hele wiskunde valt samen te voegen uit 2 axioma's, eigenlijk stiekem nog een derde. Je moet de formele logica accepteren, je moet accepteren dat de lege verzameling bestaat, en je moet accepteren dat er een operatie suck is. Nou klinkt operatie suck spannender dan het is, want het is S-U-C-C. En dat is namelijk gewoon dat je een verzameling weer in een andere verzameling kan stoppen. En dan definiëren ze 0 als de lege verzameling. 1 is de verzameling met daarin de lege verzameling. 2 is daarin de verzameling met daarin de verzameling met daarin de lege verzameling. 3 is de lege verzameling met daarin, of de verzameling met daarin de verzameling met daarin de verzameling met de lege verzameling. En dan heb je dus axioma's, maar het zijn geen aannames. Het is niet zo van we nemen aan dat dit zo is. Nee, dit zijn gewoon regels, rekenregels, waarvan gezegd wordt, als je deze rekenregels accepteert, dan kunnen we de hele wiskunde doen. En dat heeft het ook niet zozeer met kennisleer te maken. Dit heeft gewoon puur te maken met de grondslagen van de wiskunde. En de grondslagen van de logica. En dat is eigenlijk iets wat buiten de kennisleer valt. Kennisleer gaat hoe wij mensen kennis kunnen opdoen. Terwijl axioma's, axiomatische systemen zoals wiskunde en en formele logica, geen kennis zijn die we opdoen, maar een systeem dat we zelf creëren.
Dit zijn de basisaannames waarop de rest van het model is gebaseerd. Nee, wanneer je heel NLP je eigen maakt, dan dringen deze vooronderstellingen zich als waarheid aan je op. Dus aanvaarden dat de vooronderstellingen, dat het kaart niet het gebied is, of dat er een positieve intentie achter elk gedrag steekt, is uiteindelijk een kwestie van geloof. Nou, nu breekt mijn klomp. Nou zegt hij gewoon, nee, je moet me op mijn blauwe ogen geloven. Ik kan er verder geen redenen voor geven, maar geloof me nou maar, het is echt zo. Maar dat is, heeft het ook niets meer met kennisleer te maken, hè? Want nu wordt het gewoon theologie. Dan zijn het geen aannames of uitgangspunten van een kennisleer. Nu wordt het gewoon een theologie, een geloof. Nu zeggen ze, dit zijn gewoon de dogma's van de NLP-kerk. En op een hele diepe manier is dat ook echt hoe het gebruikt bij fake NLP-trainers. Hè? Dus al die fake NLP-trainers die we in Nederland hebben rondrennen, of wereldwijd hebben rondrennen. En nogmaals, Robert Dilt zelf is geen fake NLP-trainer. Die doet genoeg dingen dat hij goed vaardig is in NLP. Hier is het gewoon alleen dat hij gewoon een hele fundamentele fout maakt. Desalniettemin is het wel zo. Kijk, bij Robert Dilt kan ik nog denken, hier probeert hij jou gewoon met Milton-taal bewust en expres jou iets te laten geloven. Wanneer dat gebeurt, dan ben je gewoon goed met NLP bezig, want NLP heeft niks voor niks, het Milton-model. We kunnen prima het Milton-model gebruiken wanneer we dat bewust en expres doen. En de kans is groot dat Dilt dat hier doet, omdat hij gewoon probeert zijn eigen fundamentele onbegrip van NLP te verhullen. Dus, en als hij dat doet, dan is hij dus prima als NLP-trainer bezig. Is keurig goede NLP. Het probleem ontstaat er pas, en dan krijg je fake NLP-trainers, als ze dit daadwerkelijk echt gaan geloven. Dus de trainers die opgeleid worden door Robert Dilt, als ze dit echt gaan geloven, dan is er geen sprake meer van het Milton-model, dan is er gewoon sprake van fake NLP. Sheila heeft nog een opmerking of een vraag. Hoe denk je dat in de praktijk beperkend werkt om te geloven dat vooronderstellingen uitgangspunten zijn in plaats van eindpunten? Het probleem daarmee is dat het dus een religie wordt, dat het een kerk wordt en dat het dus dogma's worden. En nou zou dat zelfs dat nog niet een probleem zijn als mensen vervolgens de dogma's goed zouden begrijpen. Maar wat je ziet met de kaart is niet het gebied, is dat het dus een geloofsovertuiging wordt. Een dogma van het NLP-geloof, van de NLP-kerk. En dat mensen dus zonder erover na te denken, als een soort ware gelovigen, gewoon dat zinnetje opdreunen, zonder dat ze ook maar iets begrijpen waar het zinnetje over gaat. En dan hebben we natuurlijk wel gewoon niet alleen dat het beperkend werkt, maar zelfs schadelijk is. He, dat als jij gewoon onvermogen hebt om goed te communiceren met mensen, en elke keer wanneer je gewoon ongelijk blijkt te hebben, als een soort, een soort dogmatische monnik die alleen maar het geloof kan herhalen. Of zoals Jehovah-getuigen. Nou, wat gebeurt als een Jehovah-getuige aanbelt? Ik ben altijd blij. Ik denk, daar is een Jehovah-getuige. En we gaan een hele discussie voeren. En zodra ze de discussie verliezen, dan zien ze echt zo een soort reset doen in hun hoofd. En dan beginnen ze opnieuw. Het is alsof je niks gezegd hebt. Dan denk je zo, ik ga het verhaal wel opnieuw doen. Nou, kennelijk is het niet aangekomen bij hem. Ik ga gewoon helemaal opnieuw beginnen. En dan heb je een waardige gelovige die gewoon absoluut alleen maar dit als waarheid accepteert. En ook dat alleen maar uit zijn mond kan kunnen brengen. Dus alleen maar kan zeggen, de kaart is niet het gebied. 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 En dat zie je dus continu bij allerlei NLP-trainers, maar ook mensen die door hen opgeleid zijn. Die ik overigens nooit de schuld geef. Hè. De fout ligt bij de trainers, nooit bij de studenten. Maar die zie je gewoon dat ze gewoon het vermogen tot communiceren kwijtraken. En niet alleen de kaart is niet het gebied, hè, dat is toevallig degene waar we het vandaag over hebben. Maar gewoon een hele serie van dogma's, continu bla 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 bla. Alleen maar blijven herhalen zonder dat ze doorhebben wat ze zeggen. En voor die mensen die mij op Facebook volgen, er is net een discussie bezig met een NLP-trainer. En die trainer blijft alleen maar dogma's eruit gooien. En dan zeg ik, nou, dit dogma slaat nergens op. Want om deze reden. En in plaats van dat hij dan daar zich van aantrekt, zegt hij gewoon, dan gooi ik gewoon nog een ander dogma uit. Nou, dan zeg ik, daar klopt ook niks van. Oh, nog een dogma, ja, daar is ook niks van klopt. En dat is dus niet alleen beperkend, maar zelfs schadelijk. Nou, ik ben blij dat jij blij bent met het antwoord. Wanneer jij blij bent met het antwoord, ben ik weer blij met het feit dat jij blij bent met het antwoord. Dus het is een kwestie van geloven. Hier maakt Robert Dilt
probeert hij echt je te hypnotiseren om er een religie van te maken. Robert Dilts is heel erg boeddhistisch en die wil ook echt dat het allemaal heel spiritueel wordt. En die probeert ook echt van NLP een religie te maken. En hier zie je dat hij dat eens opnieuw probeert. Als wij in plaats van te wachten op het bewijs dat ze waar zijn, deze vooronderstellingen aannemen, dan zullen we ze tegenkomen of creëren in onze eigen, in onze ervaring. He, dus, en nogmaals, ja, ik denk dat het hele idee dat je moet denken in termen van waarheid gewoon heel slecht is. Je moet gewoon denken in termen van waarschijnlijkheid. En nogmaals, de kaart is niet het gebied. Dat is zeer waarschijnlijk zo. Dat is een veel betere verwoording. En daar hoef je dus nog in te geloven, hoef je ook niks aan voor te nemen. Het is gewoon puur dat wanneer je NLP begrijpt, en dan met name het oppervlakte-dieptestructuur. Je ziet hier rechtsonder, zie je toten en dan doel en dan oppervlakte- en dieptestructuur. NLP maakt een heel duidelijk onderscheid tussen het oppervlakte- en dieptestructuur. En zodra je dat onderscheid maakt tussen oppervlakte- en dieptestructuur, waar de werkelijkheid in de dieptestructuur zit, en onze communicatie over die werkelijkheid in de oppervlakte- of in de oppervlaktestructuur zit, dan is het automatisch zo dat wanneer je denkt van ja, dat is zeer waarschijnlijk hoe het in elkaar zit, de wereld, dan volgt het automatisch uit, de kaart is niet het gebied. Dus je hoeft helemaal niks aan te nemen. Je hoeft helemaal niks als waar te geloven. Je hoeft het helemaal niet tegen te komen in je ervaring of te creëren. Nee, het is gewoon puur zodra je het verschil tussen oppervlakte en dieptestructuur doorsnapt, dan snap je ook dat het kaart niet het gebied is. Wat betekent het? De kaart is niet het gebied. Een Iron Monkey is de reden dat ik ook in het Nederlands verder ging, want dan kunnen we het UNLP verder kijken. Maar nogmaals, bij Robert Dilts is het goede NLP, omdat ik echt denk dat Robert Dilts bewust en expres hier Milton-taal gebruikt om jou een bepaald idee op te geven, namelijk NLP is een kerk. En ik probeer te verhullen dat ik eigenlijk ook geen idee waar ik over praat. Maar ik ben bang dat de trainers van UNLP, en dan wordt het dus echt fake NLP, daar helemaal in zijn gaan geloven. En dus denken, echt als een soort catechisme, als een soort, op zondag bijbelles, nu gaan uitleggen wat de priester Robert Dilts bedoelt te zeggen. Over deze specifieke vooronderstelling die aan de Korsipsky ontleend is, stelt Robert Dilts, als mensen kunnen we de werkelijkheid nooit kennen. Dat is ook mijn punt, hè. Dat is een belangrijk filosofisch punt. Ook absoluut een van de uitgangspunten van NLP. Maar niet omdat het de kaart niet het gebied is, nee. Omdat we snappen dat er een oppervlaktestructuur en een dieptestructuur is. Dat is het verschil die ervoor zorgt dat de werkelijkheid onkenbaar wordt. Om de eenvoudige reden dat we eenmaal niet kunnen checken of iets echt echt is. En dit levert meteen enorm problemen op, voor de kaart is niet het gebied. Dus hij gaat verder deelt. We kunnen alleen weten wat onze perceptie van de werkelijkheid is. Ook onze perceptie kunnen we niet echt kennen. Maar we weten in ieder geval meer over onze perceptie van de werkelijkheid. Hoe de werkelijkheid op ons overkomt dan van de werkelijkheid zelf. We ervaren en reageren op de wereld om ons heen. Voornamelijk via onze zintuigen representatieve systemen. Nou, hier maken ze gewoon een fout. Maar nogmaals, ik vind het ook geen enkel probleem als NLP-trainers fouten maken. Ik maak ook wel eens fouten. Geen enkel probleem. Ik heb al DISC en Discovery door elkaar gehaald in een paar streams geleden. Nou, kan gebeuren. Zoek ik het op. Leer ik ervan. Word ik ook weer wijzer. Fouten maken is geen probleem. Maar hier zien we een klein foutje. We reageren natuurlijk niet op de wereld via onze zintuigelijk representatieve systemen. We reageren op de wereld via ons lichaam. Dus dat is een klein foutje. Hier proberen ze iets te mooi te maken. We ervaren de wereld voornamelijk via onze zintuigen. Het idee van representatieve systemen is gewoon een hele domme formulering, maar is wel echt de NLP-formulering. Maar het is gewoon een van de zwakke punten waar NLP een domme fout maakt. Kan heel makkelijk gerepareerd worden door het gewoon over zintuigen te hebben in plaats van over zintuigen representatieve systemen. Misschien ga ik er ooit over praten, maar het is nu niet aan de orde. Bovendien ook is het geen fake NLP, het is gewoon goede NLP. Ook al is het zo dat het gewoon slecht van NLP is dat ze dat vinden. Het is onze neurolinguistische kaart. Nou ja, dat verzinnen ze gewoon echt. Neurolinguistisch is al een verzonnen term. Het is helemaal geen echte kaart. Het is geen neurolinguistische kaart. Het is gewoon
ja, alle vaardigheden en kennis die we in ons brein hebben opgeslagen, door middel van het versterken en verzwakken van verbindingen tussen verschillende hersencellen. Het is onze neurolinguïstische kwart van de werkelijkheid die bepaalt hoe we ons gedragen. Nou, dat is dus onzin. Die kaart heeft wel invloed op hoe we ons gedragen, maar grotendeels gedragen we ons namelijk aan de hand van het ABC-model, antecedenten van gedrag van B, van behavior, van het Engelse gedrag, en C, consequenties. De consequenties sturen ons, de consequenties die vormen de kaart, maar dat is niet heel erg waarschijnlijk. En dat geeft onze gedragingen betekenis. Nee, dat lijkt dan te denken ze ten onrechte dat betekenis in ons hoofd zit, terwijl betekenis een sociale activiteit is van de taalgemeenschap. Dat gaat fout, maar nogmaals, dit zijn gewoon missers, vergeef ik ze. Niet de werkelijkheid zelf. Het is over het algemeen niet de realiteit zelf die ons beperkt of bekrachtigt, maar eerder onze kaart van de werkelijkheid. Nou, over het algemeen is het wel de realiteit die ons beperkt, want stel dat ik vanavond nog, een echte steen van Mars wil halen. Ik denk dat volgens mij word je dan heel rijk als je een steen van Mars hebt. Ja, dat is dus echt weer een fantastische, zo'n mooie grote brok, echt van Mars. En stel dat ik die wil halen en dan verkopen hier op eBay of op Marktplaats. Nou, dan zou ik meteen multimiljonair zijn. Om een of andere reden gok ik dat jullie allemaal weten dat ik vanavond geen echte steen van de planeet Mars ga ophalen, toch? En waarom? Juist omdat de realiteit mij beperkt. De realiteit beperkt mij. Er is iets, ondanks het feit dat de werkelijkheid onkenbaar is, zorgt de werkelijkheid wel ervoor dat als ik iets wil, dat daar een soort weerstand tegen vindt. En als ik hele makkelijke dingen wil, als ik bijvoorbeeld een slokje cola wil nemen, nou, dan is de werkelijkheid, gaat lekker met mij mee. Maar zodra ik een steen van Mars wil halen vanavond nog, dan is de werkelijkheid heel erg weerbarstig en die weerstaat mijn wil en die voorkomt dat ik daadwerkelijk een echte steen kan halen. Dus over het algemeen beperkt de realiteit ons. En af en toe beperkt onze kaart van de werkelijkheid. Stel dat ik denk dat Coca-Cola, dat is wel Coca-Cola Light, maar dat is kankerverwekkend. Dit is echt kankerverwekkend. Ja, dan, ik moet een slok nemen, maar ik durf het niet, dat is kankerverwekkend. Dan heb ik een onhandige kaart van de werkelijkheid. Een incorrecte kaart van de werkelijkheid. Een onbruikbare kaart van de werkelijkheid. En die beperkt mij. Dus ook hier, moet je dus goed zien hier. Hè, dus dat ze hier zeggen dat de kaarten je kunnen beperken. Want net zeiden ze nog, hè, dat is dat andere stukje van deels. Er geen juiste kaart van de wereld is. Nogmaals, dat is geen sinds Korzybski. Dat is gewoon echt verzonnen door Dilts. Want dat is totaal iets anders. Snap je? Er zijn gewoon wel degelijk juiste kaarten van de wereld. Dat zeggen ze hier. Noemen ze dat een kaart die ons bekrachtigt. Een kaart die ons bekrachtigt, ja, dat is de juiste. En als je een kaart hebt die je beperkt, dat is de onjuiste. Ja, dus je moet goed onthouden dat hier spreken ze zichzelf dus al voorkomen tegen. Er zijn wel degelijk meer correct en minder correcte kaarten. En dat testen we aan de hand van in hoeverre zijn ze vergelijkbaar met de werkelijkheid. Maar, en nu komt het, let goed op. Feitelijk gezien is het zo dat je natuurlijk, als je zegt van oké, deze kaart lijkt op de werkelijkheid, dan moet je de werkelijkheid kennen. Maar we hebben net gezien, en nogmaals, dat ben ik met ze eens. Dat is, als mens kunnen we de werkelijkheid nooit kennen. Dus als we de werkelijkheid nooit kunnen kennen, kunnen we nooit vaststellen dat een kaart in meer of mindere mate vergelijkbaar is met de werkelijkheid. En dat betekent dat het enige criterium dat overblijft is in hoeverre is onze kaart bruikbaar. En dus dat zullen we ook zien, dat is dus de goede vorm van NLP, in plaats van te denken dat er geen juiste kaart van de wereld zijn, zijn er dus wel degelijk juiste kaarten van de wereld, namelijk die kaarten die heel erg bruikbaar zijn. Extra inzichten, dat is mooi. De kaart is niet het gebied. Waar NLP'ers spreken over model of the world, dat zal het wereldmodel zijn, en het wereldmodel is natuurlijk niet iets wat echt bestaat, is gewoon puur, zoals ik al zei, de verzameling van alle kennis en kunde die je brein heeft vastgelegd in de vorm van het versterken van verbindingen, of het afzwakken van verbindingen.
hebben ze het over deze visie van Korzybski. Nou, deze visie, nou, misschien de visie dat dat een kaart is, vooruit. Robert Diltz wijst hierbij in genoemd artikel op een clustering van gevolgtrekkingen die voortvloeien uit Korzybski's kaartsnietend gebied. Het is er nu niet slechts één, het zijn er zeven. Ah, dan hebben we er zeven. Maar gevolgtrekkingen. Robert Diltz is bijna nooit bezig met oorzaak-gevolgredeneringen te verzinnen. Hij is heel nauwkeurig in die dingen altijd te vermijden. Maar. Met grote regelmaat krijg je dan toch woorden als gevolgtrekkingen. En clustering, gevolgtrekkingen, voortvloeien. Het is allemaal hypnotisch taalgebruik. Ik denk helemaal niet dat al die andere dingen volgen uit de kaart is niet het gebied. Maar we gaan kijken. Mensen reageren op hun eigen perceptie van de werkelijkheid. Dat is maar zeer ten dele waar. Dus dat is al sowieso geen gevolgtrekking van het kaart is niet het gebied. Mensen hebben uiteindelijk een eigen perceptie van de werkelijkheid. Alleen ik kan de wereld ervaren vanuit mijn perspectief. Als ik doodga, daarom vind ik doodgaan ook een verschrikkelijke activiteit. Zodra ik doodga, verdwijnt mijn subjectieve perspectief op de wereld. En dan is mijn perspectief is weg. Vandaar dat ik een tyfushekel heb aan doodgaan en aan dood zijn. Ook al is het beter om dood te zijn dan dood te gaan. Maar het is natuurlijk onzin om te zeggen dat ik reageer op mijn eigen perceptie van de werkelijkheid. Ik reageer namelijk op mijn eigen perceptie van de werkelijkheid. Plus alles wat ik van andere mensen geleerd heb. En dat laatste is heel belangrijk, want dat wordt altijd over het hoofd gezien bij NLP'ers. Dat is namelijk dat ze denken dat wij op een of andere manier als een soort alleenstaande unit, dat de mens als helemaal geïsoleerd, als eenzame, enige individuele mens, allerlei dingen doet. Dat is onzin. We leven in een sociale wereld. We leven met andere mensen. We horen continu verhalen van andere mensen. Zo heb ik bijvoorbeeld, ik ben echt heel goed in het bergbeklimmen. Mijn favoriete bergbeklimmen die ik beklim is de K2. K2 in de Himalaya, niet zo hoog als de Mount Everest, maar veel gevaarlijker. Van de mensen die de top halen, gaat 1 op de 3 dood. En ik moet zeggen, ik heb al een paar keer de top gehaald. Ik leef nog steeds, maar ik doe het ook heel super slim. Want ik doe het bergbeklimmen via YouTube. Op YouTube heb je allemaal prachtige films van mensen die zo'n cameraatje op hun hoofd hebben, dan aan het klimmen gaan. En dat vind ik hartstikke leuk om te volgen. Dan zit ik gewoon lekker relaxed op mijn bank, een uurtje te kijken, even K2 klimmen. Dus ik ben super, super goed in K2 klimmen, want ik weet precies op YouTube hoe ik de filmpjes kan vinden. Maar het is natuurlijk op geen enkele manier zo dat ik reageer op mijn eigen perceptie van de K2. Ik reageer op de perceptie van andere mensen op de K2. Dus dat is onzin. Althans onzin, het is voor een flink deel onzin. Iedereen heeft zijn eigen individuele kaart van de wereld. Maar nogmaals, mensen, kijk, het is een metafoor, het is een beeldspraak. De kaart is niet het gebied. Snap je? Het is niet zo dat je echt een kaart in je hoofd hebt zitten. Mensen leren hun eigen dingen. Maar er zijn heel veel dingen die we allemaal hetzelfde hebben. Dus NLP probeert heel vaak je een soort uniek individu te maken die totaal anders is dan alle andere mensen. Maar ik gok dat jij en ik net zo goed, allebei net zo goed onze veters kunnen strikken. Dat we allebei prima door deuren heen kunnen. Dat we Nederlands kunnen spreken. Snap je? Dat zijn allemaal gedeelde activiteiten, sociale activiteiten, die we in hoge mate hetzelfde doen. Dus om dan te zeggen dat jouw kaart van veters strikken totaal anders is dan mijn kaart van veters strikken. Dat jouw Nederlands een totaal andere taal is dan mijn Nederlands. Dat slaat nergens op. Het is zo dat een heel groot deel van alle kaarten gedeelde kaarten zijn. En die delen we juist omdat ze bruikbaar zijn. We praten Nederlands omdat Nederlands zo super handig is in dit land. We strikken onze veters omdat als je dat niet doet, je op je bek flikkert. We hebben heel veel kaarten die in hoge mate overeenkomen. Geen enkele kaart van de wereld is meer echt of waar dan alle andere. Dus dat klopt, want A, hebben we waarheid afgeschaft en B, is de werkelijkheid onkenbaar. Dus we kunnen nooit beweren dat het echt is of waar. Het enige punt is dat we eerder hadden gezien dat er stond er geen juiste kaart van de wereld is. Dus nogmaals, dat is iets heel anders dan Korzybski zegt. Dit hebben ze zelf verzonnen. Maar er is een heel groot verschil tussen geen echte kaart en geen ware kaart. En geen juiste kaart. Dat is degelijk wel een juiste kaart. Dat is namelijk de meest bruikbare kaart. En het hangt ook enigszins af van wat voor doel je hebt. Maar gegeven een bepaald doel zijn bepaalde kaarten bruikbaarder dan andere kaarten. En gegeven een doel is er één kaart die het allerbruikbaarste is.
Dus als je doel is om NLP te leren, want dat, ze proberen ze altijd te gebruiken, dat verhaal, dat kaart is niet het gebied, om de onzin die ze verkopen over NLP te rechtvaardigen, dan zeggen ze, ja Joost, jij hebt jouw kaart en ik heb mijn kaart. Onzin, wanneer je doel is om NLP te leren, dan is ABC NLP de juiste kaart om te volgen. Waarom? Omdat het de meest bruikbare kaart is. Dus hier zeggen ze iets wat gewoon klopt, maar het gaat hier om de simpele weglating. Ze laten het belangrijkste gedeelte weg, namelijk geen enkele kaart van de wereld is meer echt of waar dan alle andere. Maar afhankelijk van het doel zijn bepaald soort kaarten veel bruikbaarder dan andere kaarten. En je kan een soort hiërarchie maken van bruikbaarheid. Bij elke hiërarchie staat er automatisch eentje aan de top en dat is de meest bruikbare kaart gegeven het doel. En dat is ook precies wat NLP doet. Dus anders, bijvoorbeeld kijk eens naar hoe kunnen we met NLP een fobie oplossen. Dan is het doel los een fobie op. Daar hebben we nu een kaart voor. Die is gebaseerd op werk uit de jaren 70. Dat heet de Fast Phobia Cure. In het Nederlands zwart-wit terugspoelen. Die duurde in de jaren 70 20 minuten. De huidige versie duurt ongeveer 5 minuten. Waarom? Omdat we bruikbaardere kaarten hebben gevonden in de loop van die decennia. De versie die we nu hanteren, zoals die in het ABC NLP handboek staat, dat 6 september uitkomt, dat is gewoon de meest bruikbare, de allermakkelijkste gebruiken kaart, om die reden ook de meest juiste kaart, als je doel is fobie op te lossen. En nogmaals, als je doel is NLP te leren, dan is de ABC NLP handboek is de meest juiste kaart. De tekenis van wat een ander gecommuniceerd wordt, is de reactie die het oproept in die persoon, ongeacht de intentie van de communicator. Nou, heeft niks, is correct. Hè? Dat is een van de andere vooronderstellingen van NLP. Het is iets makkelijker te formuleren door gewoon te zeggen, de betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt. Is gebaseerd op het werk van Wittgenstein. Betekenis is hoe je woorden gebruikt. En heeft dus echt niks te maken met de kaart is niet het gebied. Het heeft te maken niet met Korzybski, maar met Wittgenstein. Richard Bandler heeft mij persoonlijk tijdens de lunch wel eens duidelijk gemaakt dat hij heel veel ontleend heeft aan Wittgenstein. En dit is een duidelijk voorbeeld van een van die vooronderstellingen die hij opgepikt heeft bij Wittgenstein. Voor die mensen die Wittgenstein leuk vinden, ik heb afgelopen vrijdag net een hele stream gedaan over Wittgenstein. Is nog wat moeilijk te vinden bij Twitch, vandaar dat het altijd handig is om live mee te doen. Maar ik ga hem wel op een bredere manier beschikbaar maken. En sowieso, mocht je dingen die je gemist hebt makkelijk terug willen zien, dan is de slimste truc om mee te doen met mijn Discord server. Ik zet even de link in de chat. Daar kan je verder discussiëren als de stream afgelopen is. Kan je verder discussiëren met mij. Vragen stellen, opmerkingen maken, links posten. Maar daar worden ook al dat soort dingen zoals die stream over Wittgenstein als eerste weer geplaatst. Dus dat is nog een hele mooie methode om up-to-date te blijven met alles wat ik doe. In tegenstelling tot de meest echte of meest nauwkeurige kaart is de meest wijze en de meest meelevende kaart die kaart die de grootste aantal en de meest rijke keuzeopties biedt. Nou, hier proberen ze helemaal de boel te belazeren, zou ik bijna willen zeggen. Want hier proberen ze helemaal een nieuwe norm te introduceren. Wijs. Ja, ik ben een filosoof, dus we doen aan wijsbegeerte, we verlangen naar wijsheid, maar... En de meest meelevende kaart, dan heb je de kaart van Amsterdam en heb je een kaart die helemaal niet meeleeft. En je hebt een kaart van Amsterdam die zegt, Amsterdam, ze is allemaal zo bezig met hun uiterlijk, het is allemaal, ik leef zo mee. Het slaat gewoon nergens op. Wat ze hier proberen te zeggen is, gewoon wat ik net al zeg, er is daadwerkelijk een juiste kaart. Dat is namelijk de meest bruikbare kaart afhankelijk van het doel. Dat is niet per se het grootste aantal en meest rijke keuzeopties. Dan gaat het weer meer over wereldmodellen. Wereldmodellen kunnen te rijk worden. Bijvoorbeeld mensen met een breintype 7, de levensgenieter, die hebben vaak een te rijk, wereldmodel. En daarvan is het slim dat ze juist een armer wereldmodel krijgen. Omdat als je te veel keuzes hebt, kunnen er ook een aantal hele domme keuzes tussen zitten. Dus het is onhandig om automatisch te gaan voor het meest keuzerijk of het meest aantal keuzes. Het gaat om de juiste keuzes. Op welke manier kun je toegang krijgen tot de strategieën die binnen NLP aan de top staan en welke jij in breintraining omschrijft, bijvoorbeeld strategie van geen motivatie naar krachtige motivatie.
Ja, dat is een hele goede vraag. Dus nogmaals, NLP'ers claimen altijd alsof ze heel veel in kaart brengen. En we hebben vorige week gezien dat het IPDoc, kijk of ik het heel snel kan vinden, dus heel veel van die dingen online zet, maar dan zijn ze weer heel slecht en zelfs nog schadelijk. Dus dan ga je van de regen in de drup. Even kijken. Dus ik zet met plezier, maak ik nog even reclame voor de ellende die het IP allemaal met zich meebrengt. Dus hier kan je er heel veel vinden, maar nogmaals, mocht je dat ooit gaan doen, dan is de kans groot dat je in de war raakt en dat je het minder goed gaat doen. Dan is natuurlijk de vraag, Joost, waar zijn dan de goede? Nou, die komen en voor een heel flink deel komen die bijvoorbeeld in het ABC-NLP-handboek te staan. Op het gebied, en daarna zijn er ook specifieke boeken waar ze in staan, afhankelijk van het gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van kinderen hebben we Teaching Excellence. Daar is het boek van verschenen van Kate Benson en Richard Bentler. Daar staan heel veel strategieën in over hoe je het beste kinderen kan opvoeden en lesgeven en zorgen dat ze dingen leren. Er is een boek over acteren, dat heet Acting for Real. Dat heeft hetzelfde gedaan, maar dan voor acteren. Dus er zijn een aantal boeken, maar er is helaas geen centraal punt waar ze allemaal te vinden zijn. Dus dat ontbreekt nog. En dat ontbreekt omdat het gewoon onzin is dat NLP'ers excellent gedrag in kaart brengen. Snap je? Er is van heel veel gebieden is het wel gedaan door een enkele NLP'er, en die heeft dan het uitgebracht in een boek. Maar het is dus geen zin zo dat het alsof er één grote plek is, zoals het IP suggereert, waar ze allemaal staan. Dat is echt nonsens. En dat geeft, maar dat geeft echt een zwakte en een, aan. En ook hoe NLP als een gemeenschap de boel belastert en de buitenwereld oplicht. Die meelevende kaart was echt onzin. Mensen beschikken potentieel over alle middelen die ze nodig hebben om doelstreffend te handelen. Dat is ook een heel ander uitgangspunt. Het uitgangspunt is, mensen hebben de oplossing in zich. Het woordje potentieel hier haalt de hele zin onderuit, want in potentieel heb je alles. Ik zal jullie een cadeau geven, omdat jullie zo leuk meedoen vandaag. En jullie allemaal in grote getalen er zijn. Ik ga jullie in potentie allemaal 1 miljard euro geven. Potentieel krijgen jullie van mij 1 miljard euro. Potentieel krijgen jullie dat vanmiddag nog of vanavond nog. Heb je er iets aan? Je hebt er helemaal niets aan. Want wat betekent potentieel? Er is een kans. Maar alles wat jij kan verzinnen heeft een kans. Er is ook een kans dat ik vanavond nog een steen van Mars kan halen. Die kans is extreem klein. Maar misschien is het zo dat Elon Musk Nederlands geleerd heeft. En de stream aan het kijken is. Bijvoorbeeld Iron Monkey komt heel slim over. Dus misschien is Iron Monkey eigenlijk Elon Musk. En zegt de Joost, we hebben tegenwoordig een supernieuwe raket. Die vliegt in een uurtje heen en weer. Een uurtje heen, een uurtje terug. Jij gaat met mij samen een steen ophalen. Dat kan, die kans is er. Kans is extreem klein. Zeggen dat iemand het potentieel heeft, dat is totaal niks zeggend. Daar hebben we helemaal niks aan. NLP zegt iets anders. Dit is dus fake NLP. Echte NLP zegt, het is zeer waarschijnlijk, zelfs zo waarschijnlijk, dat we geen groter getal kunnen verzinnen om die waarschijnlijkheid uit te drukken, dat mensen al de oplossing in zich hebben voor de huidige problemen. Dat had dus moeten staan. En nogmaals, dat heeft totaal niks met kaart is het gebied te maken. Dus ze zeggen dat dit gevolgtrekkingen zijn, maar ze vergeten daadwerkelijk de argumenten die gevolgtrekkingen weergeven op te schrijven. Mensen maken de best beschikbare keuze uit de mogelijkheden die ze binnen hun model of the world hebben. Dat is geen vooronderstelling van NLP, maar het is wel vaak hoe NLP'ers denken. We gaan ervan uit dat, dat heeft weer meer te maken met dat we uitgaan dat, dat mensen met een positieve intentie handelen. Hoe gek, slecht of bizar hun gedrag ook lijkt, het is op dat moment in de tijd de beste keuze die voor de persoon beschikbaar is. Daar heb ik niks op tegen hoe het hier geformuleerd is. Het is prima, het is NLP, het is alleen geen vooronderstelling, maar who cares. Maar het heeft echt ook helemaal niks te maken met de kaart in het gebied. Verandering wordt mogelijk door in een bepaalde context verrijken van het wereldmodel door het
inzetten van een hulpbron of het activeren van een potentiële hulpbron. Nou, nogmaals, we hebben weer het woord potentieel. Potentiële hulpbronnen hebben we niets aan. Moeten we graag weten of het waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is. Maar het is, ja, het is bijna een waarheid als een koe. Dat je veranderingen mogelijk gemaakt worden door het inzetten van een hulpbron. Dus als ik probeer te zeggen is dat voor de meeste mensen die in de problemen zitten, een wereldmodel te arm is omdat ze geen opties zien. En dat op het moment dat je met een NLP techniek aan de slag gaat, dan verrijk je hun wereldmodel en opeens krijgen ze wel opties en dan komen ze uit de problemen. Dus dat is op zich al een goede NLP, het is gewoon heel slecht verwoord. Maar nogmaals, onnauwkeurigheden, dat zal ik een NLP trainer nooit aanrekenen. Dat is een kwestie, ja, ik maak ook fouten, iedereen maakt fouten. Dit soort onnauwkeurigheden is geen probleem. In principe klopt het, wat ze zeggen, alleen is het onhandig geformuleerd. Maar wat wel belangrijk is, is dat het weer niks te maken heeft met de kaart is het gebied. En dat dus en dat geen vooronderstelling is, dat ook nog. En dat dus een vreemde gedachte is, ik zal het geen fake NLP noemen, omdat het wel NLP-achtig is. Hiermee is duidelijk dat dit een hoofdvooronderstelling is, waarvan deze 7 andere vooronderstellingen zijn afgeleid. Deze hoofdvooronderstelling in NLP, de kaart is niet het gebied, is een verkorte weergave van de stelling. Nou, we hebben het helemaal, blablabla, dat hebben we al gezien. Nogmaals, ja, er is geen hoofdvooronderstelling in NLP, dat heb ik genoeg duidelijk gemaakt. Dit is 1 van de 8 en die andere 7 staan los van deze, maar die zijn ook geen uitgangspunten zoals ze hier suggereren, maar conclusies. Maar nu krijg je nog wel, hè, dus we hebben wel die prachtige zin van Korzybski. A map is not the territory it represents, but if correct, it has a similar structure to the territory, which accounts for its usefulness. Nou, hebben we gezien dat aangezien, Korzybski denkt dat je de werkelijkheid nog wel kan kennen en dan de werkelijkheid kan vergelijken met de kaart. Hoe dat zou moeten, weet je niet, want de manier waarop je het vergelijkt, ja, dat doe je ook weer met een kaart. En dan moet je weer die kaart weer vergelijken met de werkelijkheid, maar dat doe je ook weer met een kaart. Dan moet je die kaart weer vergelijken. En dan kom je in een oneindige loop te zitten en dan kom je nooit uit. Dus wat Korzybski zegt, klinkt mooi, maar is feitelijk onzin. Omdat we niks kunnen, de werkelijkheid niet kunnen representeren, omdat dan zou de werkelijkheid kenbaar worden. En we kunnen niet de vergelijkbare structuur vast bepalen van het gebied, omdat ze de werkelijkheid ook weer kenbaar worden. Dus het enige wat we kunnen zeggen, en dat is wel een hele belangrijke formulering die ik niet verzonnen heb, maar Richard Rorty, belangrijke filosoof, komt trouwens vrijdag aan bod. Dus mocht je over Richard Rorty zijn pragmatisme willen horen, over zijn ironische levenshouding. Richard Rorty heeft een boek geschreven, daar ga ik vrijdag over hebben. Het heet Philosophy and the Mirror of Nature. Filosofie en de spiegel van de natuur. Zorgt ervoor dat filosofen en wetenschappers hebben altijd geprobeerd om de natuur, de werkelijkheid te willen weerspiegelen. Door een theorie te verzinnen die 1-op-1 correspondeert met de werkelijkheid. En hij maakt duidelijk dat een onzin is. En het alternatief is, en dat klinkt heel mooi in het Duits, wat de zusammenhang is. Wat is de samenhang van dingen? In het Engels klinkt het gekst. How do things hang together? En dat willen we dus met NLP. We willen dus geen zins proberen om de werkelijkheid te kennen. Maar we proberen wel de samenhang te vatten. En die samenhang, hoe ontdekken we dat we in de buurt van samenhang komen? Dat ontdekken we door daadwerkelijk te merken dat onze kaart bruikbaarder is. Dat bepaalde kaarten bruikbaarder zijn dan andere kaarten. En de reden waarom die kaarten bruikbaarder zijn, is omdat ze beter weergeven hoe dingen samenhangen. Maar nu krijgen we dus hoe ze dat vervolgens gaan uitleggen, en dat is echt misleidend, want er staat echt iets totaal anders. Een kaart is niet het gebied dat het vertegenwoordigt. Nou, hier is represents, geen vertegenwoordiging. De kaart is geen parlementslid die het volk vertegenwoordigt. Hier is het een representatie. Het is een hele duidelijke filosofische term. En het is gewoon heel slecht om dat als vertegenwoordiger te doen. En dat representatie is ook meteen heel problematisch, hebben we net gezien. Want dat suggereert dat we de werkelijkheid wel kunnen kennen. Maar als het goed is, maar dat is gewoon echt een misleidende vertaling. En dat komt omdat ze dus juist dat idee dat er correcte kaarten zijn willen uitbannen. Dus nogmaals, ze hebben hier gezegd er geen juiste kaart van de wereld is. Dat is direct in tegenspraak met wat hier staat, namelijk if correct. Dat zien we hier, if correct. En nu gaan ze dat vertalen, maar als het goed is. Nee, a map
if correct, dat wil zeggen als het een correcte kaart is. Als het de juiste kaart is, dan hebben we er iets aan. Dus hier doen we als het goed is. Ja, dat is gewoon echt een misleidende zin die ook expres gedaan is om hun falen, dit te begrijpen, te verhullen. Dus hier gaan ze echt de fout in. Dit is gewoon een misleiding. Dan heeft het, en dan nu gaan ze gewoon iets bij verzinnen, omdat je eenmaal niet aan kaarten maken ontkomt. Dat staat helemaal nergens in de zin. Dat hebben ze ook verder nog helemaal nergens over gehad. Misschien is het punt wel zo, maar dan wordt het hier opeens erbij gesleept. Dat is ook helemaal niet, hoe zeg je dat? Dat is ook helemaal niet hier een punt. De meest bruikbare kaart, een soort gelijke structuur als de structuur van het gebied. Hey, we hebben de meest bruikbare kaart. Yay! Het is dus toch de juiste kaart, namelijk te weten de meest bruikbare kaart. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat kaarten dus bruikbaar zijn, juist omdat ze een overeenkomstige, een vergelijkbare structuur hebben als de structuur van het gebied. En dat zou weer de wereld kenbaar maken. Het zou NLP dus tegenspreken. Dus in die zin is Korzybski gewoon heel onhandig om te gebruiken. Maar je kan dus wel aanpassen en zeggen, kaart is niet het gebied. Maar aan de hand van hoe bruikbaar kaarten zijn, kunnen we op basis van de samenhang die die kaart weergeeft, kunnen we toch een onderscheid maken tussen onbruikbare kaarten, slechte gebruiken kaarten, goed te gebruiken kaarten en zelfs de beste te gebruiken kaart. Dus, tot zover mijn verhaal over de kaart is niet het gebied. Nogmaals, in vergelijking met de andere dingen die ik op internet gevonden heb, is dit een van de betere teksten, maar zoals je gehoord hebt het afgelopen uur, schort er nog heel een hoop aan. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Andere aanmerkingen? Dan is nu de tijd ervoor. Geen opmerkingen, het was allemaal volkomen duidelijk. Iedereen is begrijpelijk. Dan zijn we klaar voor vandaag. Morgen gaan we weer taalanalyse doen. Gaan we een tekst analyseren op een taalgebruik. Dus misschien toch nog een vraag. Joost, wat vind je ervan om de niveaus die Deeltje noemt te gebruiken om in een dagelijks taal te illustreren dat je met verschillende mensen op verschillende niveaus communiceert? Bijvoorbeeld, sommige mensen lijken geenszins in staat om op een ander niveau dan environment te communiceren. Dat is prima. Voor de duidelijkheid, als mensen afvragen waar gaat het over. Het gaat over deze piramide. Nou, dan heb ik de piramide voor elkaar gekregen omdat precies... kan ik hier switchen? Nee. De piramide precies achter je vraag. Dus ik ga je vraag weer even verstoppen. Dus dan gaat deze piramide en dan is de vraag van, hey, is het zo dat sommige mensen alleen maar over een environment praten, andere mensen over gedrag, over wat ze kunnen, maar dit is al een van de fouten die Deeltje maakt, hè? Een verschil maakt tussen wat je kan en hoe je gedraagt. Als je iets kan, maar je doet het nooit, ja, dan kun je afvragen of dat wel iets is wat je kan. En als je iets kan omdat je het doet, ja, dan is er geen verschil met gedrag. Beliefs en waarden, dus geloof en waarde, dat is ook allemaal nominalisaties. Dat is allemaal intern gedrag. Dus dat kan je misschien zeggen dat niveau 2 extern gedrag is niveau 4 intern gedrag. Identiteit is helemaal tricky. En purpose, dat is ook allerlei problemen mee. Maar de vraag is dus, nu kan ik de vraag weer terugzetten. Kan het zijn dat mensen op zo'n niveau vastzitten en daar vooral over identiteit hebben, om een voorbeeld te geven? Nou, dat klopt, hè. Dus tegenwoordig heb je identiteitspolitiek. Heel veel mensen die zeggen, ik ben een wappie, of ik ben een schaap, of ik ben woke. Ik ben een TBL, TBG, TBTI. En dat zijn allemaal mensen die vooral op het niveau van identiteit communiceren. Dat is prima. Het probleem met Deeltje zijn suggestie is dat het een piramide is. En het probleem met de piramide is dat hij zegt dat op het moment dat je iets verandert qua identiteit, dat dan je gedrag of wat je gelooft of je waarden moeten veranderen. Dat slaat gewoon nergens op. Dat is een oorzaak-gevolgredenering die je op geen enkele manier hard kan maken, ook omdat het gewoon onzin is. Dus je kunt al deze termen kan je gebruiken om mee te communiceren. Maar
mijn ervaring is dat het handiger is wanneer je dat doet, om dan te praten in termen van 30-jaar-plan. En dus als je moment dat je tegen mensen zegt, hè, ik ben woke, Joost, je moet ook woke worden. En je vraagt, oké, maar hoe ziet je leven er over 30 jaar uit? Dan dwing je ze om opeens een hele andere manier te gaan communiceren. Maar nogmaals, daar heb ik een heel boek over geschreven. 7000 woorden. Althans, dat is een kwart boek. Kwart boekje. Je kan het hier vinden. En waarschijnlijk ga ik er nog wel een stream aan wijden aan dit verhaal. Nog andere vragen, opmerkingen? Geen vragen, opmerkingen? Dan zijn we klaar voor vanavond. Dus morgen gaan we weer teksten doen. Als mensen nog leuke reclames weten of interessante teksten of verkooppagina's waar mensen iets proberen te verkopen of wat dan ook, mail ze naar mij of zet ze in de chat. Of geef ze op andere wijze aan mij door. Bijvoorbeeld via de Discord server. Laat ik nog even reclame maken voor Discord. Kun je gewoon gratis meedoen. Kan je mij teksten geven. Dan gaan we die morgen analyseren. Zo niet, dan ga ik zelf teksten zoeken. En dan wordt het waarschijnlijk wel weer samenzweringsteksten. Hoewel er vorige week best wel veel animo was voor samenzweringsteksten. Dank voor jullie komst. Hopelijk zien we je morgen weer. En anders misschien een van de andere avonden. Tot ziens!